Hoi, welkom of welkom terug op mijn kanaal. Iets meer. Ja, zo. Hoeda, we gaan de nieuwe. Nou, we gaan eigenlijk een bijna full face Hoeda doen. Het enige wat ik niet heb is een mascara en een wenkbrauwen ding, denk ik. Denk ik. Nou goed, we gaan beginnen met de Easy Blur Primer. Wat ga ik erover vertellen? Het is een silicone-free smoothing primer. Ja, en meer staat er niet op. 30 milliliter. Dit is dus een blurring primer. En wat ze zeggen is dat je per helft van je gezicht één vinger zo, dan trek je een lijntje over je vinger heen, nodig hebt. En dan smeer je het uit over je hele gezicht. Het heeft niet echt een geur. Nou, ja. Ik denk dat het gewoon de tweede streep voor de tweede helft van mijn gezicht. Ik vind het ook wel lekker om een product gewoon helemaal te kunnen aanbrengen. Is het het meest blurring? Ik heb het al geprobeerd, hè, want ik heb het getest. Het is niet het meest blurring product ooit. Maar het voelt fijn op je huid. Dus oké, ja. Ja, het plakt een beetje. Wat ik zeg, het ruikt niet echt. Nee, het ruikt niet echt. En geen siliconen, dus voor de mensen die daar gevoelig voor zijn, is dat heel fijn. Ik moet zeggen, mijn droge huid gaat hier op zich prima op. Dan hebben we de Easy Blur Natural Airbrush Foundation in 30 ml ook. Er is heel veel commentaar geweest op de tubetjes, maar ik vind het eigenlijk wel heel fijn. 1,5% niacinamide. Ik heb de kleur 200B Shortbread. En daar staat dat je het goed moet schudden. Volgens mij is dit een waterbasis of oliebasis. In ieder geval niet. Deze is waterbasis, weet ik. Deze, de primer. Dus dan zal deze oliebasis zijn. Ik weet dat ze niet hetzelfde zijn qua basis. Ik ga expres nu nog geen concealer aanbrengen. Zodat je goed kan zien wat het doet met de vlekken. Oké. Okay. Instagram-waardige manier. Ik heb een nieuwe kwast. Dit is de nieuwe foundation kwast van de Boozy Shop. En dan gaan we buffen. Ik heb het filmpje gezien van Hoeda zelf die het opdeed. Zo blurring vind ik het niet. Het is wel lichtgewicht. En als je druk, zeg maar, kijk. Het heeft echt een goede medium dekking. Zij zegt, hoe meer je opdoet, hoe meer het blurt. Maar ja.
Ik vind het nu zeg maar al een flinke laag. Normaal draag ik al niet zoveel. Even de hoekjes doen. En als je tapt, krijg je meer dekking in plaats van zo vegen. Zij raden het aan om het met je handen of met een kwast aan te brengen. Nou, doe ik dat toch altijd. Dus dit is de dekking. Hier zit mijn enorme roodpaarse plek. Kijk dit. En dit vind ik echt een goede dekking. Ja. Normaal zou ik nog even met mijn kwast. Om het extra in te drukken en om het te veel aan te kijken, dan maak je de dekking iets minder. Zie je dat? Dit is een droge kwast trouwens. Maar dan heb je iets minder. Kleur is echt geweldig. Dekking is echt heel goed. Dan heb ik ook besteld een kleintje van de Huda poeder. Dit is de kleur Peach Pie, de Baby Bake. Pack under the eyes, T-zone, corners of the mouth en chin. Set bake voor 3 tot 5 minuten. En dust excess powder off. Het is een loose baking en setting powder. Nou, ik ga er niet mee baken. Dan maak je hem zo open. Zet er zo'n sponsje in. En dan hier tip je het eruit. Dat heb ik al gedaan. Ik heb hier een schoteltje waar ik eigenlijk altijd mijn poeder op doe. En dan doe ik met mijn puffje. Oh, die heb ik ook van Huda. Wacht even. Ik heb een Huda puffje. Als we toch in de Huda zijn, dan. Ik heb hier een schoteltje waar ik alle poeder op uit heb gegooid. Dit is nog wel de oude met de geparfumeerde, denk ik. Ja, het ruikt niet vies of zo. Het ruikt een beetje zoetig, vind ik. Dit zijn de onderogen. Ja, het is niet slecht. Vervolgens heb ik onder de poeder nu. De nieuwe Huda Blush. En dit is de Cotton Candy Blush Filter. De kleur is dus Cotton Candy. Dat is deze. Die gaan we doen voordat ik heel mijn gezicht ga afpoederen. Uiteraard. Deze. Mijn elf kwast. Oké, kijk, dit is wat ik normaal zou doen. Ja? Maar ik heb nog iets. En dep, hè? Niet zo, maar zo. Deze vind ik heel. Deze is echt heel leuk. Het is echt een mooi roze
achtig productje. Dan heb ik ook de lip blush van Huda. Dat zit in zo'n doosje. En dan lees ik: comfortabel en lichtgewicht, always stay not drying. Dit is een lip blush, creamy lip en cheek stain. Dan staat er: for lips, apply directly on your lip using the applicator. Nou, oké. Okay. For cheeks, apply a small amount on your cheek with the applicator and immediately blend using your fingers or tool. For best results, apply and blend one cheek at a time. Oké. Okay. Ik ga die een klein beetje overheen doen. Want je zal zien, let op. Dit is een bijzonder kleurtje. En dan zie ik niks. Dan zie ik precies helemaal niks. Zo. Je ziet het een beetje neon worden, heb ik het idee. Ik ga dit niet op mijn lippen doen trouwens. Daar heb ik hem ook niet voor gekocht. Daarvoor is het ook niet mijn kleur. Zo. Het is een flinke blush look voor mijn doen. Maar we gaan hem nu afpoederen. Kijk. En dan is hij heel mooi. Dan vind ik het mooi mat. En ik moet zeggen, met de Easy Bake poeder en de primer en de foundation ziet het er echt, kijk, heel geblurred uit hoor. Natuurlijk zie je nog huidtextuur. Want ja, dat heb ik nou eenmaal. Zo. Kijk, het is nu echt wel mat, hè? Een bronzer. Zal ik een bronzer doen? Of zal ik het gewoon zo laten vandaag? Ik heb de Glowish bronzer. Dat is deze. Zal ik een beetje gewoon. Nee, oh, je kan me niet. Oké. Dit is hem. Dit is de gezichtsmake-up van Huda. Neem ik even mijn Max & More spray. Voor het poederige effect eraf te halen. Zo.
De rest kan uit zichzelf drogen, want ik heb niet. Ik ga heel even mijn wenkbrauwen doen met mijn Catrice ding. En dat is eigenlijk meer omdat ik het zonde vind. Dit werkt prima. En ik wil er dan gewoon niet meer geld aan uitgeven. Want ja. Waarom zou je? Nou, dat dus. Iemand privé vroeg trouwens laatst of Dennis en Wessel ook wel eens in mijn video's zitten. Dat is natuurlijk niet zo. En het heeft alles te maken met hun werk. Ja, zo is het nou eenmaal. Even de wimpers krullen. Weet je, ja, het hoort er gewoon bij. En dat, ik wil niet zeggen dat het niet mag. Want zo erg is het niet. Maar in verband met dat doxing en zo. En als we zo nog later eventueel ooit een keer heimelijk werk zou willen gaan doen. Hij post ook zelf nooit een paar foto's en zo. Weet je, hoort er gewoon bij en moet je rekening mee houden. En wij kunnen denken misschien wat een onzin. Ja. Ik heb een klein beetje gemorst. Daar zo. Ik heb een lippotlood van Huda. Dit is een Pinky Brown. Zo. En dan heb ik een aantal opties. Want ik heb een. Ik moet even de namen allemaal goed lezen natuurlijk. Ik heb een Power Bullet Cream Glow lippenstift in Buttercup. Die vind ik echt heel fijn. Ik heb een liquid lipstick in Wifey. En ik heb een gloss. Ik heb natuurlijk ook de concealer, maar die heb ik niet nodig gehad. We gaan de bullet lipstick doen. Een hele mooie. Dit is echt een lichte kleur hoor, jongens.
Maar ik hou ervan. En ik heb ook nog de Faux Filter Gloss. In de kleur Honey. Dat is deze. Deze glimt al heel erg, maar... Ja, het is wel mooi, hè? Ja, dit is wel mooi. Ik hou hiervan. Beetje peachy bruin nude. Het enige nadeel is, met die Faux Filter Gloss, dat die gaat ophopen op je lipbrand. Aan de binnenkant bedoel ik. Daar moet je op letten. Dus niet te veel op doen. Niet allebei je lippen, zeg maar, ondersmeren. Alleen een beetje op je onderlip en dan gewoon verdelen. En ik denk dat ik nu alweer te veel heb. Maar het is wel mooi. Mijn ogen doe ik vandaag niet. Gewoon geen zin in. Ik moet wel even de gelekte mascara weghalen, zie ik. En ik merk dat ik alweer een traanoog heb. What's new? Ik heb ook een kleintje van Huda. Die dippen we dan even in de poeder. En dan maken we dat nog even droog. Zo. Dat bake ik dan wel even. Dan kan mijn traanoog even opdrogen. Dit is een full face-ish-achtig Huda. Met de nieuwe Easy Blur. Wat vind ik ervan? Haartje. Dit blijft de hele dag zitten. Dit draagt bij mij heel goed. En ik weet niet hoe dat gaat dragen als je een vette huid hebt natuurlijk. Want ik heb een ontzettend droge huid. Maar dit draagt bij mij... En je kan precies zien waar die traanoog droge huid. Het draagt bij mij heel goed. Als ik dit eraf haal vanavond om 9 of 10, dan zit dit nog steeds zo. Oké, dan is het iets shinier geworden, maar het zit nog steeds zo. Hoe dat met een vette huid is, weet ik niet. Als jij het wel weet, laat het even weten beneden, daar leren andere mensen dan weer van. Hoe dit opbrengt met een spons... Ik heb er niet hele goede reviews over gezien. Dus ik zou zeggen, doe dit gewoon met een kwast. Maar het is een dure foundation, laten we eerlijk zijn. Je krijgt net zoveel als, zeg maar deze. Hè? Dit lijkt een heel verschil, maar hier zit ook 30 milliliter in. En eerlijk, dit is super makkelijk meenemen. Het is super handig in gebruik. Ik zie niet in wat hier het probleem aan is wat mensen maken. Ziet het er goedkoop uit? Nee, niet bijzonder. Je kan het niet echt inknijpen. Je kan een beetje druk geven. Maar het is niet zeg maar zoals dit. Echt zo'n squeezy tube. Weet je, die kan je echt inknijpen. Het is heel hard kunststof. Ik vind het prima. De blusjes en zo, ja. Dat zijn leuke kleuren. Dat is leuk om even mee te proberen en zo. De lipstick vind ik geweldig. De lipgloss, wees voorzichtig. Want anders krijg je zo'n liprand, weet je wel. Aan de binnenkant. Maar de kleur is prachtig, echt. De poeder. Ja, de poeder ruikt niet zo lekker. Ruikt een beetje zoet, vind ik. Maar het is een goede poeder. En in combinatie met de nieuwe Easy Blur primer en foundation... vind ik het echt een heel mooi resultaat. Ziet het er mat uit? Jazeker. Ziet het er exorbitant? Is dat het woord? Nee. Ziet het er heel droog uit? Nee, dat niet. Maar ik heb ook geen glimmertjes op.
Nou, dat dus. Ik hoop dat je wat aan hebt gehad. Ik hoop dat je het leuk vond. Doe een duimpje omhoog en dan zie ik je graag bij de volgende. Doei!